Hallo, ik ben Julia. Ik doe vrijwilligerswerk bij Open Inlooptaal Kiel. Wat ik bij de Open Inlooptaal heb geleerd, is sowieso meer dan wat ik verwacht heb. Het begeleiden van verschillende groepen heeft mij inzicht gegeven, niet alleen hoe ik mensen kan leren hun Nederlands te verbeteren, maar die heeft mij ook blootgesteld aan de diversiteit van menselijke ervaringen en culturen. Ik had de kans om twee verschillende groepen te begeleiden en die waren totaal anders van elkaar. Die ene bestond uit mensen die een lager niveau Nederlands bezatten en die andere bestond uit mensen die al vlot Nederlands kon praten. Dus wat ik heb geleerd bijvoorbeeld bij de eerste groep was op een hele trage tempo te werken, veel pauze te nemen, veel herhalen. Geduldig zijn is ook een van de belangrijkste dingen. De reden waarom ik mensen wil ondersteunen in hun Nederlandse proces is omdat ik zelf ongeveer 7 jaar geleden in dezelfde situatie zat. Nadat ik naar België ben gekomen, heb ik voor 1 jaar gestudeerd en ik merkte toch dat wel redelijk moeilijk was om oefenkansen te hebben. Waarschijnlijk omdat Vlaamse heel vriendelijk en heel beleefd willen zijn, waardoor heel snel naar het Engels overschakelen, geven aan anderstaligen niet zoveel oefenkansen. Daarom vind ik projecten zoals Open Inlooptaal belangrijk voor mensen die, zoals mij, veel jaar geleden wouden oefenen. Ik merk dat ook tijdens de conversatietafels. Anderstaligen klagen een beetje over omdat ze nooit of niet genoeg kunnen oefenen. Daarom zet ik mijn inzet voor deze project. Ik vind het ook heel belangrijk dat mensen zich veilig voelen tijdens onze groepsconversatie. Wat doe ik dan? Ik zorg ervoor dat ze op hun gemak voelen, ten eerste. Dus als die aankomen, ik begroet met een heel grote glimlach. Ik probeer een warme omgeving te creëren. Ik merk dat heel effectief is om een beetje over mijn leven te vertellen en dan over hun weken te praten. Dat stelt een beetje openheid in de lucht, zeg maar. Ik voel me sinds het begin van mijn traject als vrijwilliger sterk ondersteund. Ten eerste door mijn coördinator bijvoorbeeld, die altijd aanwezig was en steeds antwoordde op mijn vragen bijvoorbeeld. In het begin had hij ook een mapje gedeeld met mij met wat activiteiten, zo verschillende thema's en bijbehorende activiteiten die ik kon bekijken en gebruiken als ik wou. Ook in gevallen dat je geen inspiratie hebt, kan je altijd kiezen om te gebruiken. Ik vond dat gewoon fijn, want dat geeft jou een idee wat de conversatietafel is en welke thema's kunnen voorgesteld worden aan de anderstaligen. Wat ik ook heel nuttig vond, was een vorming die ik bij Atlas heb gevolgd. Klare taal spreken was de naam. En daar kon ik tips en tricks, inspiratie hebben. Die leerde jou een correcte, een bepaalde manier om met anderstaligen te converseren. Wat ik heel belangrijk vind als ik een taaloefenkans wil geven, is leuke en toffe thema's aan te bieden aan mensen. Dus ik probeer
om die interesse van de mensen een beetje te begrijpen. Dat is echt belangrijk dat wat je gaat voorstellen aansluit een beetje bij hun interesse. Of als dat niet over hun interesse is, dat is best over dagelijks leven. Ik probeer ook kleine activiteiten, zoals kleine spelletjes, voor te stellen. Op dat manier creëer je ook een betere interactie tussen die mensen. Dat is ook gewoon een leukere omgeving. Wat ik probeerde ook voor elke conversatietafel voor te bereiden, was een duidelijke structuur. Ik probeerde bijvoorbeeld een tekst aan te bieden voor een nieuwe woordenschat bijvoorbeeld. Proberen vragen te stellen over de teksten en dan naar persoonlijke vragen nog steeds in verband met de teksten te gaan. Op dat manier heb je ongeveer een structuur en dat is gewoon duidelijker. Waarom is het belangrijk om Nederlands te oefenen? Er zijn veel redenen. Ik denk dat een van die belangrijkste is dat je ook een beetje meer thuis kan voelen. Dat is leuk, heel leuk om te begrijpen wat rond jou aan het gebeuren is. Als je de taal goed beheerst, kan je dagelijkse dingen doen, zoals bij de apotheek gaan, een afspraak maken op telefoon. Die zijn kleine details, maar dat is namelijk zelfstandig zijn. Ja, ik vind het heel, heel belangrijk.